Door Nederland loopt een spoor. Dwars door weilanden en steden. Over en onder rivieren. Soms splitst het zich, dan komt het weer samen. Net als de 1,2 miljoen mensen die zich er dagelijks over verplaatsen en de duizenden mensen die eraan werken. Dag in, dag uit. Al 175 jaar lang brengt NS mensen samen. En elke reiziger en ook elke NS-medewerker heeft zijn eigen verhaal. Mijn vader die vond eigenlijk, ik ben een spoorwegen, mijn zoon moet ook aan de spoorwegen. Nou, dus dat gebeurde. Landgenoten. Ik wil een enkel woord tot u richten. Mijn vader heeft in de oorlog, de hele oorlog gewerkt. Terwijl er een oproep was van de regering om te gaan staken. Ook tegen Hupkes waren klachten ingediend. Maar die zijn eigenlijk afgewend. Omdat er is gezegd dat hij en de directie in landsbelang heeft gehandeld. Als je ziet hoe de spoorwegen vooruit gegaan zijn in de tijd met vroeger en met nu. Hoeveel mensen er gebruik maken van het openbaar vervoer. Ja, ik vind het gewoon een geweldig bedrijf. Dit is de camping! Als ik hier nou levend uitkom, dan moet ik niet meer zo gefocust zijn op carrière en doorstomen en mooie banen. Ik doe dat niet meer. Pardon! Ik zette de spullen op het bagagerek voor haar. En zo is een gesprek ontstaan. En dat stopte pas op het moment dat Manon de trein verliet. Ik dacht altijd, ik ben niet van een spoorfamilie. Maar dan kom ik met dit verhaal. En het is heel apart dat je dat nog weet van je verre, verre voorvaderen. NS brengt vooruitgang. Dankzij de inzet van al die duizenden mannen en vrouwen van het spoor. Het heeft ons land en onze samenleving gevormd tot wat het nu is. Een archief vol persoonlijke verhalen van mensen die verweven zijn met de geschiedenis van NS en zich ontrolt over twee ijzeren rails. Het is moeilijk voor te stellen, maar er was een tijd dat er in Nederland geen treinen reden. Paardenkracht was nog gewoon paardenkracht en nog geen pk. En de Intercity van 200 jaar geleden was de trekschuit. Terwijl in Engeland de treinen al lang rijden, willen de Nederlanders in eerste instantie niets weten van die duivelse machines die met maar liefst 30 km per uur over ijzeren rails voortrazen. Mede dankzij de inzet van koning Willem I wordt de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij opgericht. De voorloper van NS. In 1839 rijdt de eerste trein van Nederland tussen Haarlem en Amsterdam. De eerste twee locomotieven heten de Arend en de Snelheid. En komen uit Engeland. Eind 19e eeuw ligt er al meer dan 2600 kilometer spoor. En het zal niet lang duren voordat Nederland voor iedereen te bereizen is. Ja, in mijn familiekroller gaat er al heel lang een verhaal rond. Het heeft te maken met familiegeschiedenis. Het gaat over een zekere August Krolla. Dat is een broer van mijn overgrootvader. En hij werkte bij het Nederlandse spoor in Susteren als sein- en wisselwachtmeester. Het is een fantastisch mooie zomerse dag. Lekker relaxed. Iedereen is blij en tevreden. De vogeltjes fluiten. En zij zitten buiten met directe collega's te kaarten. Een heel bekend Limburgs kaartspel. Dat heet Toepen. En het verhaal gaat, dan, ja, er staat ergens een trein te wachten. Die heeft het sein onveilig. En die staat al stoom af te blazen. Die wil echt gaan vertrekken. Het is tijd. Maar August, die wordt wel gezegd van August, let op. Die trein die wil weg.
Maar August die geeft in het Zuid-Limburgs antwoord... Ik heb jaarlijk hoge kaarten, die krijg ik nooit meer. Ik maak dat putje eerst af. Laat de trein maar wachten. De dag daarna was August helaas ontslagen. De tijd van August Krollaar was eigenlijk een hele andere tijd... bij het spoor dan waar ik nu zelf in zit. Dat mensen buiten zitten te kaarten voor een trein vertrekt... dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen bij het huidige gebeuren bij het spoor. Het was heel nieuw. Een ijzeren ding wat zomaar door het landschap reed, was natuurlijk toch apart. En het was ook een nieuw soort beroep eigenlijk voor die tijd. Aan het begin van de 20e eeuw is het spoorwegnet zoals we dat nu kennen vrijwel voltooid. Maar daarmee stoppen de ontwikkelingen niet. Het spoor zorgt ervoor dat de industrialisering van Nederland goed op gang komt. Al snel is ook de eerste elektrische trein een feit en is het spoor een onmisbaar onderdeel van onze samenleving geworden. In 1921 werken er 51.000 werknemers aan en op het spoor. Dat is 2% van de beroepsbevolking. Begin jaren 30 doet de eerste dieseltrein zijn intrede. En uiteindelijk fuseren in 1938 de Hollandse Spoorwegmaatschappij en de Staatsspoorwegen. De Nederlandse spoorwegen is een feit. De vooruitgang lijkt niet meer te stuiten. Totdat het onheil Nederland treft. Het agressieve Duitsland bereidde een nieuwe wereldoorlog voor. Duitsland valt Nederland binnen. Hiermee begint er een zwarte, of eigenlijk grijze bladzijde in de geschiedenis van NS. Want wat moet men doen? Doorwerken onder de bezetter? Is er wel een alternatief? NS, dat zo verweven is met ons land, staat voor een groot dilemma. Een oud-oom van mij, die was president-directeur van NS in de oorlogsjaren. Toen ik hoorde wat de rol van Hupkes was in de oorlog als president-directeur, dat heeft wel mijn belangstelling gehad. Ik ben wel gefascineerd dat iemand in zo'n belangrijke periode voor zo'n belangrijke keuze stond, iedere dag weer. De afspraak was, we blijven baas in eigen huis met samenwerking, loyale samenwerking met de Duitsers. Niet iedereen was natuurlijk echt op de hoogte wat er precies gebeurde. Maar men wist wel dat er Joden vervoerd werden. Er zijn zelfs spoorlijnen naar Westerbork aangelegd. Dat kan niet ontkend worden. Op 17 september 1944 is in overleg tussen de NS-directie en de regering in ballingschap in Londen afgesproken om een landelijke spoorwegstaking uit te roepen. Mijn vader zat op een gegeven moment bij iemand van het verzet in de woonkamer, waar ze een radio hadden waarmee ze naar Radio Oranje konden luisteren, omdat ze graag bij wilden blijven wat er overal gebeurde. Hij vertelde dat hij zat te luisteren en ineens dat er twee zwart glimmende laarzen kamer binnenkwamen. Hij dacht, nou heb ik het gehad. Nou ben ik er geweest. Maar die man die binnenkwam, het bleek een Pool te zijn die ook bij de ondergrondse was. En die zei tegen mijn vader, doorluisteren, vertellen wat ze zeggen. Tot u spreekt, Hare Majesteit de Koningin. Landgenoten. Met het cryptische bericht, de kinderen van Versteeg moeten onder de wol, wordt in september 1944 een wettige staking afgeroepen via de radio vanuit Londen. En op dat moment moesten dus 30.000 NS'ers het werk neerleggen. In tegenstelling tot eerdere stakingen doen nu ook de spoorwegen mee. Maar inmiddels zitten er ook al diverse NS-medewerkers heimelijk tot over hun oren in het verzetswerk. Mijn vader heeft in de oorlog, de hele oorlog, gewerkt. Die kreeg opdrachten van het verzet. Ik weet nog dat een hoop Joodse mensen naar Duitsland gebracht werden. Die mensen zaten in goederenwagens. Mijn vader, omdat hij bij het spoor werkte, ging dan met een grote hamer
langs die trein lopen. Maar dan ondertussen verzamelde hij briefjes die de Joden die erin zaten hem gaven met het verzoek om naar hun familie in het Westen een bericht te sturen dat ze naar Duitsland waren. Op sobere wijze, zonder de traditionele feestelijkheden met de Gouden Koets, werden voor het eerst in het bevrijde land de Staten-Generaal weer geopend. Na de oorlog is er een zuiveringscommissie ingesteld die ook binnen de spoorwegen natuurlijk actief was. Ook tegen Hupkes waren klachten ingediend, maar die zijn afgewend omdat er is gezegd dat hij en de directie in landsbelang heeft gehandeld. Toen de oorlog afgelopen was, toen werd iedereen die in 43 aan de staking mee had gedaan, die kreeg een onderscheiding. Mijn vader kwam er niet voor in aanmerking. Mijn vader had gewerkt bij het verzet, maar dat wist de directie niet. Dankzij de medewerking van de man die de leiding had van het verzet in Deventer, kreeg hij uiteindelijk toch van de directie die medaille. De oorlog is een zwarte bladzijde als geheel voor NS. Ik weet hoe mooi het verleden van NS is. En daar horen ook de hoogtepunten en ook dieptepunten van NS in thuis. De oorlog heeft diepe sporen nagelaten. Nederland ligt in puin. Ook ruim 60% van het spoor is onbruikbaar. 220 spoorbruggen zijn verwoest en veel treinen zijn beschadigd of gewoon verdwenen. 477 NS-collega's zijn om het leven gekomen. Veel tijd voor verdriet is er niet. De schouders moeten eronder. Naast de nodige reparaties wordt ook de ontwikkeling van het spoor hervat. In een decor van armoede, hoge werkloosheid en schrijnende woningnood start Nederland met de wederopbouw. Ook het treinverkeer paste zich geheel aan de eisen van het snelverkeer aan. Terwijl een zeer groot aantal bruggen de verbinding tot stand bracht tussen de oevers van de vele rivieren die het land doorstromen. Veel jonge stellen kunnen na de oorlog ook eindelijk weer trouwen. En doen dat ook. Maar er zijn voor al die nieuwe gezinnen niet genoeg huizen. Wij woonden niet in een gewoon huis, omdat wij helemaal in die tijd nergens een kamer of een huis konden krijgen. Dat was toen niet. Er was allemaal woningnood. En dan gingen we 's morgens om 7:00, dan gingen wij allebei wassen. En dan stonden we uren te wassen buiten, want dat is niet zoals nu. Je moest alles op je handen doen. Zo gemakkelijk is het geworden. Je gooit je was in de wasmachine, maar toen was je bezig. Als ik zo terugkijk, dan denk ik bij mij, ik heb daar een hele goede herinnering aan. En je was met je kinderen bezig. Het was gezellig als ze thuis kwamen uit school. Ging je lekker gezellig thee drinken. Heel simpel, maar dat was gewoon gezellig. De tijd van de wederopbouw is dat we op een laag niveau van welstand leefden eigenlijk. Ik werkte bij de spoorwegen aan de centrale werkplaats. De spoorwagen waar wij woonden, die stond op het terrein van de centrale werkplaats. En je loopt dan naar je werk toe en dat begon om 7:30. Het gaf veel stof, dus dat hele boeltje stond onder de stof van het ontdoen van roest van de wagons die er allemaal stonden. En dat moest met de hand gebeuren. Wij hebben strenge winters meegemaakt. Het water was bevroren eigenlijk. We hadden geen toevoer van water en zo. Als ik weer in de wagonnen woonde, dan zou ik dat meteen doen. Want na die tijd heb ik daar zo'n heimwee van gehad. Ik zou het wel weer willen, maar dan met de technische omstandigheden die nu mogelijk zijn. Ik heb toch altijd nog een plekje in mijn hart van de spoorwegen. Ik vind eigenlijk de spoorwegen het ideaalste vervoermiddel. Zo rijdt de trein verder, ja. Tot het eindstation. Ja, het eindstation. Ja. Ik vergelijk het ook met een treinreis eigenlijk. En op het laatst kom je bij het hoofdstation uit. Bij het eindstation. Bij de hoofdstationschef.
Met de wederopbouw verandert er ook iets in de samenleving. De Nederlander wordt mondiger en individueler. En ook vrouwen eisen hun plek op de arbeidsmarkt op. Bij NS werken er al vanaf het begin vrouwen, maar ja, nog altijd geldt... het ja-woord bij je huwelijk is nee tegen je baan. Mijn moeder zei van... Yvonne, het is een hele goede baan die je krijgt. Ik kwam terecht op de tekenkamer. En heel toevallig ging er een mevrouw trouwen. En die ging dus weg. En daar kon ik voor in de plaats komen. Het heette hoofdgebouw 3. Maar in de buitenwacht heette het de inktpot. Op de tekenkamer ging ik de tekeningen overnemen die de tekenaars gemaakt hadden. Ja, prima. Oké. Goedemorgen. Het luisterde heel nauw wat ik deed, omdat men van die tekeningen dus af ging lezen hoe het spoor in de baan gelegd moest worden. De heren die daar tekenden, die hadden die tekeningen gemaakt en die moesten overgenomen worden op inkt. Zodat wanneer die tekening klaar was, dan kon die naar de lichtdrukkerij en dan kon men die tekening meenemen naar de baan. Het was ontzettend leuk. Ik heb een hele fijne tijd gehad. In die tijd was het zo. Als je ging trouwen, dan moest je weg. Toen ik dat zei, dat ik ging trouwen, toen zei mijn chef... ja, maar dan moet je weg. Ik zeg, weg. Ik ben niet ziek. Ik mankeer helemaal niks. Waarom moet ik weg? Ik werd ontzettend kwaad. Ik dacht, het is toch te gek voor woorden... dat iemand die gezond is, die plezier in de werk heeft... waar ze over tevreden zijn, dat die weg moet... Nou, ik zeg, geen punt. Dan gaan we samen wonen. Ik blijf wel werken. Als dat kan, waarom niet? En chef zegt, wacht maar Yvonne. Ik ga kijken of er mogelijkheid is dat je kunt blijven. Dat heeft hij ook gedaan. En ik mag blijven werken. Dus in 1963 zijn we in oktober getrouwd. Maar in 1964 was Yvonne in verwachting. Toen was er geen weg terug. Toen mocht ik niet blijven. Ruim 25 jaar werd ik door NS gevraagd of ik... wilde werken voor één dag in de week bij het concernarchief. Ik begin 's morgens om 7 uur. Ik sta om 4:15 op, een half uurtje fietsen. Ik heb plezier in mijn werk. Ik heb hele leuke collega's. Ja, ik ben gewoon een bezig bijtje en ik ben nu 72. En ik werk nog steeds volledig, dus ik heb het nog steeds volledig naar mijn zin. Dus ik vind het gewoon een geweldig bedrijf. Tegenwoordig worden vrouwen niet meer ontslagen als ze gaan trouwen. Integendeel, ze winnen prijzen met hun inzet voor het bedrijf. De economie groeit en de luxe neemt toe. Ondertussen staat er een nieuwe generatie op. Na oorlogs en opstandig tegen de gevestigde orde. Ook onder een specifieke groep jongeren groeit het zelfbewustzijn. De Molukkers. In plaats van peace en flower power grijpen deze jongeren naar de wapens. ...23 mei 1977. Eigenlijk een dag als alle anderen. Mooi weer, kan ik me nog goed herinneren. En op die bewuste, of misschien kun je zeggen beruchte dag... ging het allemaal prima, tot aan het punt. Plotseling, voorbij Assen, de trein staat in de middle of nowhere stil. En voor mij was het meteen duidelijk, dit zit hartstikke fout. Dit is een camping! Goed oproep! En de Molukkers riepen, dit is een kaping en stilzitten en ramen dichtplakken met kranten. Je hebt geen flauw idee of het net zo zal gaan als Wijster. En in Wijster wisten we dat er dus vrij aan het begin al mensen neergeschoten waren. Ik kreeg op een gegeven moment heel erg kramp in mijn buik, in mijn maag. En toen werd ik eigenlijk ook heel erg kwaad. Dus ik smeet die kapingsleider toe van, en nu wil ik even staan. En toen zei hij, waarom? En in mijn boosheid smeet ik er ook uit, omdat ik zwanger ben.
ik was het boek aan het lezen van Jean-Paul Sartre. Op een gegeven moment, dat zal ik niet licht vergeten, begon de man schuin tegenover mij te wijzen. En toen keek ik nog even en dacht, het oponthoud, het moest zo zijn. Het was een gewone trein, gewoon, tussen Nijmegen en Groningen. Dus slapen, deels op de grond, deels hangend op die banken. Men begon zich zorgen te maken over de twee zwangere vrouwen. Maar er was geen discussie. De twee zwangere vrouwen werden vrijgelaten. Na een kleine week werd ik in alle vroegte 's morgens gebeld. Zet de radio aan, want nu wordt de trein bevrijd. Bijna 3 weken na het begin van de gijzelingsacties in Bovensmilde en bij de Punt besloot de regering gewapenderhand daaraan een einde te maken. Binnen enkele minuten na de aanval van de mariniers op de trein, waarbij de laagvliegende straaljagers voor een schrik-effect zorgden, waren ook de eerste hulptroepen aanwezig. De twee omgekomen gijzelaars en de gewonden werden op brancards weggedragen. Dit is het voorste compartiment van de trein waar de meeste van de 6 gedode kapers zaten. Wat er voor mij veranderde was de betrekkelijkheid van het leven. Als ik hier nou levend uitkom, dan moet ik niet meer zo gefocust zijn op carrière en doorstomen en mooie banen. Ik doe dat niet meer. Ik heb een maand nagedacht. En voordat ik het wist, stond ik heel hoog op de kandidatenlijst en kwam ik in de gemeenteraad. Later wethouder geworden in Nijmegen. En daarna in 3 plaatsen burgemeester. Ik werk nu als raadslid bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ik ben op dit moment vicevoorzitter en raadslid. En het houdt in dat wanneer er een ongeval is gebeurd, dan is 1 van de raadsleden is dan portefeuillehouder. Maar je bent ook nog weer 2e portefeuillehouder en dat ben ik van spoor. Ik vind 175 jaar spoorweg echt iets om bij stil te staan. En niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Het is een mooie tijd geweest, een mooie ontwikkeling. Dus ik zou zeggen, op naar de 200. De ontwikkelingen bij het spoor volgen zich in sneltreinvaart op. De eerste intercities en sprinters rijden. NS krijgt een nieuw logo en de treinen krijgen hun herkenbare geel-blauwe kleur. Druk wordt het helemaal wanneer in 1991 de OV-jaarkaart aan studenten wordt verstrekt. En waar studenten elkaar ontmoeten, slaat ook niet zelden een vonk over. Ik was die dag onderweg vanuit Enschede naar Doorn, waar ik destijds mijn dienstplicht vervulde. En dan reisde je uiteraard met de trein. En dat deed ik dus ook. Ik had ook zo'n OV-dienstkaart tot mijn beschikking. Ik was student in Wageningen. En ik had een toestand in de zware rugzak, 65 liter op de nek. En ik stapte gewoon in een coupé. En er was een aardige jonge man die zei van goh, zal ik je even helpen met je zware rugzak? Moet ik je anders even helpen? Ja, graag. Ik zette de spullen op het bagagerek voor haar. Je hebt veel spullen bij ze. En zo is een gesprek ontstaan. En dat stopte pas op het moment dat Manon de trein verliet. Ik vond het ook allemaal wel een beetje spannend en een beetje overdonderend. En de tijd was ook zo voorbij, want in Arnhem moest ik er al weer uit. Wat mij toen door het hoofd schoot was dat ik vergeten was om haar telefoonnummer te vragen. Gelukkig, een week later kwamen we elkaar op de terugweg wederom tegen in de trein. En toen hoopte ik al van, nou, ik hoop dat ik Patrick wel weer zie. Dus ik was wel aangenaam verrast en hij had mooie ogen. Dus ik dacht, nee, dit kan wel wat uit voortkomen. Toen heb ik dus wel haar telefoonnummer gevraagd. En ja, zo is het eigenlijk verder gegaan. Ja, de trein heeft een sleutelrol gespeeld in ons leven. Anders hadden we elkaar niet ontmoet. We hebben een zoontje gekregen. En Guus is dus eigenlijk het wagonnetje van ons treinstelletje. Ja, hallo. Dus je ziet toch dat de trein een hele, een soort bijna de rode draad in ons leven is geweest. Op verschillende momenten zie je gewoon dat de trein weer in ons leven terug is gekomen. Dus ik hoop dat de NS nog vele jaren met die trein blijft rijden.
Om het groeiend aantal reizigers toch comfortabel en op tijd te kunnen vervoeren, wordt besloten om NS op te delen in twee bedrijven. ProRail houdt de verantwoordelijkheid over de infrastructuur, terwijl NS zich vanaf 1995 alleen op het vervoer en comfort van de reizigers richt. Als ik met het werk tegenwoordig bezig ben in een hele andere tijd, dan moet ik soms nog wel eens aan August denken. En dan zie ik hem daar aan dat tafeltje zitten, heel relaxed, met wat collega's, wat kaarten. En dan zie ik hem inderdaad zeggen, laat die trein maar even wachten. Wat er veranderd is vanaf de tijd van August Krolla naar nu toe, dan is er een enorme vooruitgang te bespeuren. Iets wat doorgaat, want NS staat voor vooruitgang en voor verandering. En blijft daar ook de komende jaren volop mee bezig. Inmiddels is het Nederlandse spoor één van de drukst bereden ter wereld. En dankzij de inzet van de medewerkers van NS rijden die treinen in meer dan 95% van de gevallen op tijd. Maar belangrijker dan die cijfers is de vooruitgang die het spoor tot stand heeft gebracht in de afgelopen 175 jaar. Nieuwe stations zijn in aanbouw. Oude technieken worden vervangen door nieuwe of zijn in ontwikkeling. Tijden veranderen en NS verandert mee. Wat hetzelfde blijft, zijn de mensen. Van mensen met zwarte handen tot witte boorden. Man of vrouw, van jong tot oud. Mensen die dankzij het spoor kunnen werken. Mensen die elkaar ontmoeten, avonturen beleven en ons land in beweging houden. Met de blik vooruit.